Geestelijke oefeningen is eigenlijk van de ene kant een heel breed begrip en van de andere kant een heel precies begrip. Geestelijke oefeningen zijn alle oefeningen die mensen doen om te bidden, om met God in contact te komen, om zichzelf te verdiepen. Alles wat daartoe helpt en waar ze zich daarmee dat ze daar tijd aan spenderen, dat ze daarmee bezig zijn, dat is allemaal geestelijke oefeningen. Maar Ignatius heeft zijn proces van bekering, zijn proces van zich helemaal aan God toewijden, waar hij een maand lang meer in Manresa mee heeft geworsteld, waarmee mee bezig is geweest, voor zijn volgelingen opgeschreven, gesystematiseerd en in een heel overzichtelijk proces bij elkaar gezet. Een proces wat je zelf kunt nadoen, wat je zelf kunt aan jezelf laten vertrekken. En hij heeft dat nagelaten aan zijn volgelingen om te zeggen, daarmee kun je mensen helpen. Als je ze deze weg laat gaan, dan kun je daar mensen mee helpen. En dat is een weg van meditatie, van overwegingen, een weg van gebed. Het is zowel een leerschool van gebed als een manier om binnen je gebedsleven tot keuzes te komen, tot positiebepalingen te komen. Ignatius zegt je leven te ordenen, waarbij telkens als criterium geldt de wil van God. Ik zal mijn leven proberen te ordenen, terwijl ik rekening houd niet alleen met efficiëntie en met mijn salaris en met weet ik niet wat, maar ook met wat God van mij verwacht, wat God van mij verhoopt in mijn leven. En dat doe je door een weg af te leggen, een proces af te leggen, een proces waar vier tijden aan vastzitten. En die vier tijden, die zijn heel klassiek in de vroomheidsliteratuur. Eerst moet ik zien wie ben ik zelf en wie is God en wat is mijn relatie. En als ik dat gezien heb en daarin mezelf heb gezien en ook Gods goedheid heb ervaren, dan zal ik daarna proberen om te zeggen, ja, en hoe kan ik daarop antwoorden? Wat is mijn antwoord op Gods activiteit met mij, om Gods werken in mijn leven? En het antwoord van Ignatius is, dan moet je naar Jezus kijken. En het is het kijken naar Jezus wat je daarna gaat doen, eerst hem bemediterend in de oefeningen van zijn leven, in de episodes, de verhalen van Jezus' leven, zoals we die uit de evangelie kennen. Hem steeds beter leren kennen, om steeds meer van hem te gaan houden, om hem steeds meer na te willen volgen. En het is in het verlangen van hem na te volgen dat je ook die ordening van je leven kunt een plaats geven. Hoe kan ik mijn leven zo ordenen en zo een plaats geven dat het meer op het leven van Jezus lijkt in mijn situatie? En dan hoort natuurlijk bij dat leven van Jezus ook zijn lijden. En dat is een volgende fase. Dat ik heb geprobeerd om te bedenken wat nu in mijn leven belangrijk is en welke richting dat ik wil gaan en wat voor een keuze, wat voor een kleur en waarvan ik denk dat dat Gods weg is. Hoe ziet dat eruit in tegenslag? Hoe ziet dat eruit als ik het tegen het lijden van Jezus aanhoud? Jezus die zoveel goeds heeft willen doen en uiteindelijk toch in het lijden terechtkomt. En ik die zoveel goeds wil doen en misschien toch ook niet altijd daarin op het schild geheven wordt. Maar tegenwerking, tegenslag, mislukking, fouten, mezelf tegenkom. En hoe werkt dat? Houd ik het overeind?
om uiteindelijk te hopen dat we ook die verrijzeniservaring van Jezus zouden mogen beleven. Dat we ook die zouden kunnen meeleven in de laatste fase van de geestelijke oefeningen. Dat hele proces noemen we officieel de geestelijke oefeningen van Ignatius. En dat kun je doen door je terug te trekken uit de wereld en door 30 dagen onder goede leiding dat hele proces na te lopen. Dat hele proces aan jezelf te laten voltrekken. En je kunt het doen door het niet in zo'n compacte vorm te doen, maar gewoon in je eigen omstandigheden, in je eigen leefsituatie. En dan doe je er natuurlijk langer over. Dan is het niet meer 30 dagen, dan wordt het 30 weken. En de begeleiding is dezelfde. Je hebt er begeleiding bij nodig om je te behoeden voor dwaalwegen, waar je in het geestelijke toch ook gemakkelijk in verzeild kunt raken. En om bemoedigd te worden. Zoals ik dat altijd weer vind dat een van de hoofdeigenschappen van de begeleider zou moeten zijn in dat proces. Om de retretant te bemoedigen. Te zeggen, doorgaan. Probeer. Dat gaat goed, dat is goed. En met name altijd opnieuw, God houdt van jou. Dat is zoals de geestelijke oefeningen door ons begeleid worden op het ogenblik.